Hey! Hoi! Hallo! 1, 2, 3, go! Erikos, 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 Erikos! Oh my gosh, Erikos! Het is alweer een tijdje geleden, maar vandaag is het toch echt tijd voor een nieuwe video. Heb je mij nog een beetje gemist? Het is tijd voor iets nieuws op dit kanaal. Daarom lanceer ik vandaag officieel mijn nieuwe serie op YouTube, genaamd Confessions. En daarbij is de interactie tussen mij en mijn kijkertjes, jullie dus, heel belangrijk. Luister goed. Heb jij wel eens iets heel stouts, kinky of bijzonder gedaan? Dan is het de bedoeling dat je me nu, ja nu, of na de video, gaat mailen met iets wat je aan mij wil opbiechten. Ja, ja, aan mij wil opbiechten. Laat ik even wat voorbeelden geven. Ik ben bang voor de dood. De laatste keer dat ik seks had, brak het condoom. Ik moet elke dag 2 uur reizen. Ik ben verliefd op mijn buurvrouw. Ik heb gisteren porno gekeken. Zo, snappen jullie het een beetje? Het kan dus echt over van alles en nog wat gaan. Het kan alles zijn, maar onthoud, dit draait niet om mijn confessions, maar om die van jullie. Als je dat aan mij wilt opbiechten, mail me dan even naar erikosie@gmail.com. Dat is het e-mailadres dus. In de volgende confession video zal ik dan jouw confession behandelen. Dit is geheel anoniem, ik zal je naam niet vermelden, dus je kan me gewoon gerust mailen. En wil je het geheel anoniem doen? Beneden staat een linkje naar anoniememail.nl en daar kan je zonder je naam, zonder je eigen e-mailadres, mij een mailtje sturen met jouw confession. Dus doe het even. Dit is dus mijn hele nieuwe serie op mijn YouTube kanaal, Confessions. Dus ik hoop dat je me natuurlijk allemaal als een gek gaat mailen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, tot in de volgende Confessions video. En ik ga nu gelijk naar mijn e-mailbox, want ik verwacht natuurlijk een mail van jullie. En van jou, en van je buurvrouw, en van iedereen. Dus ik zou zeggen, ciao! Dus waar wacht je nog op? Stuur mijn e-mail.